Dit is RTI met het programma Kijk Hilversum. Met deze keer jongeren koken voor ouderen, vaccinatie voor kinderen, start werkzaamheden Oostereind, afscheid Wil Kamer, opening Zorgacademie Rock Asa. En de vraag van de week, doet u wel eens iets voor een ander? Na het programma in Kijk Hilversum Politiek, politiek debat met Leonie Sazias en Peter van Westing. En de eerste aflevering van 31 Matches. In de koepel in Kerkelanden werd woensdagavond een 3-gangen-diner bereid voor de bewoners van de seniorenwoningen aan de Spinozahof. Deze hadden een tijd overlast gehad van jongeren. En op initiatief van een van de jongeren werd als goedmaker deze maaltijd aangeboden. Ik heb het initiatief genomen voor deze mensen. Omdat er vorig jaar in de zomer veel overlast is geweest door de jeugd. En daarom wil ik een beetje een goed maakje maken. In het jaar dat hier kwam te wonen, was er veel trammeland met jeugd uit de buurt. Er werd gebloot en er werd gedeeld en vreselijk veel herrie gemaakt. Geluidsoverlast, gewoon te hard praten, muziek te hard. Ja, gewoon dat we daar s'avonds zaten. Op het pleintje in zijn totaliteit was het op de duur niet prettig wonen meer. Omdat er door een aantal ouderen, door een aantal jongeren, geen goed gebruik gemaakt werd van het bankje dat er staat. En van de struikjes die er waren en de muurtjes die er zijn. Ik zat er wel soms bij, maar niet altijd. En toen is op een gegeven moment is er een jong in elkaar geslagen. En toen is de buurt in opstand gekomen van, moeten er eerst grotere ongelukken gebeuren? De pleintjes weggehaald, de bankjes en de muurtjes en de vuilnisbakken zijn al weggehaald. Die zijn ook op gegeven van de wijkgroep zijn ze weggehaald. Met medewerking natuurlijk van de politie en van degene die daar verantwoordelijk voor zijn. Het is nou allemaal zand geworden en gras. Dus, nou kunnen we daar niet meer zitten. Dan is het al zodanig geen object meer waar de jongeren zich op een andere manier kunnen gedragen dan wenselijk is. Nou, en toen kwamen we dus voor een paar weken terug bij jongens aan de deur. Wij willen jullie een etentje aanbieden. Voor alle narigheid die jullie gehad hebben. Daar zijn wij niet alleen voor het eten, maar ook voor het contact. Daar vinden we prettig. Die prettigheid die mag best genoemd worden, want we hebben ook een hoop narigheid gehad. Ik heb gestudeerd voor kok. En, ik dacht zo, ik ga wel een goed maakje maken met een 3-gangen-diner. Voor de bewoners daar. En die kwam met dit idee bij ons. En daar waren we natuurlijk hartstikke enthousiast over. En ik vind het heel belangrijk om deze initiatieven vanuit de doelgroep te ondersteunen. Dus we gaan er helemaal voor vanavond. En we hopen dat het een hele gezellige avond wordt. En daar proosten we ook op de goede gang van zaken. Ja, proosten. Ik vind dat enorm. Vandaar ook die passatje snoep die ik meegenomen had. Voorgerecht een granadecocktail of een champignonsoep. Als hoofdgerecht een pasta met zalm en een gehaktbal. Ik denk dat het eten erg smakelijk is, maar toch wilde ik even erop wijzen op een neveneffect. Wat hier ook tevens bij is, namelijk het opbouwen van een overigens heel goed buurtcontract. Contact. Jullie hebben het opgenomen voor de hele groep. Willen jongeren zich vermaken, maar hangen uit verveling rond, kunnen ze aan drugs en drank geraken en hebben dan een grote mond. En ze nemen strakke regels losjes, gooien blikjes in de bosjes, hebben aan goed fatsoen maar lakjes en ze gebruiken van die kleine plastic zakjes met zo'n groen blaadje erop gedrukt. Geheid dat zulk plezier niet lukt.
En de ouderen, die zitten te kijken door de ruiten, achter de geraniums, naar buiten. En ze denken van, welle, welle, ik zal de politie maar eens bellen. Tjonge, tjonge, het is me wat, dat gespuis groeit op voor gal en rat. We hebben het altijd al gezegd, daar komt geen sodemieter van terecht. Maar gelukkig, we hebben er een leuk etentje aan overgehouden. En met de medewerking van Versa en de koepel en jullie inzet liep het soepel. Hebben al die mensen getekend? Het zijn eigenlijk allemaal dezelfde bedankjes. Er zit verder niks in, hoor. Je moet niet denken dat geld in zit, hoor. Maar het is gewoon maar, het is zomaar een bedankje, ja? Namens ons allemaal, ja? Alsjeblieft, ja? Maandagmiddag was het weer zover. De stereoprik voor kinderen. Jantje huilt en Jantje lacht. Stoere meiden en jongens, maar soms was er een troostend woord nodig. Hoeveel kinderen komen er vandaag? Nou, we hebben ruim 1200 brieven de deur uit. Dus wij hopen dat zoveel kinderen ook komen vandaag. Oké, en waarom zijn ze hier precies? Die komen hier voor de laatste prikken. Dat zijn de 9-jarige prikken, tenminste voor de jongens. Difterie, tetanus, polio, dat is 1 prik, DTP. Bof, mazelen, rode hond, de tweede. Waarom worden de prikken tegelijkertijd gegeven? Nou ja, waarom moet je onnodig extra kinderen pijnigen? Dus we hebben zoiets van, als je een stereoprik doet in 1 keer, dan zijn ze gelijk in 1 keer van de prikken af. Dus die prikken die hebben geen invloed op elkaar? Die hebben geen invloed op elkaar, maar de pijn heb je dan in 1 keer gevoeld. Wat moeten kinderen juist wel of niet doen nadat ze geprikt zijn? Wij adviseren dat ze heel veel met hun armen bewegen hierna. Dus eigenlijk is dat het enige wat ze hoeven te doen. Niet stijf houden, want dan blijft het vloeistof op dezelfde plaats zitten. Nu hoeven ze alleen maar te blijven bewegen, spelen, sporten, gewoon dat soort dingen. Dit zijn de laatste prikken van de serie. Waarom hoef je hierna nooit meer geprikt te worden? Nou, dat is ook weer niet helemaal waar. Voor de jongens hoeven ze niet meer. De meisjes die krijgen natuurlijk de baarmoederhalskankerprik als ze dan 12 zijn. Maar in principe hebben ze hiermee genoeg antistoffen opgebouwd voor de komende 10 jaar. Op maandag 4 april jongstleden begon de herinrichting van de Ring Oost. Een flinke klus die duurt tot mei 2012. Wil Kamer. De man die altijd de schuld heeft gekregen van de verkeerschaos in Hilversum nam donderdag afscheid. Maar wie was Wil Kamer? Dan zeg ik opperstalspreekmeester bij bewonersbijeenkomsten over het verkeer. Nou, leuke man, echte Hilversummer. En een woordvoerder van de gemeente die heel praktisch van aard is. Dan doet hij dat reuze aardig, zodat niemand echt boos op hem kan worden. En dat is een enorme kunst. Hij heeft de mooiste baan van de gemeente Hilversum. Hij mag al die telefoontjes over verkeer opvangen. En iedere keer legt hij weer geduldig uit. U moet zo rijden, u moet zo rijden, u moet zo rijden. Maar het mooiste van Wil vind ik, het is er een gewoon doen. Bord scheef staat, uit de auto, recht zetten. Niet 6 formulieren invullen om te vragen of het mag. Doen. Zo ken ik Wil Kamer. Ontzettend fijne collega. Altijd veel zaken mee geregeld op het verkeerstechnische gebied en dat soort zaken. Ja, toen later door wat reorganisatie, prikkelingen binnen de gemeente zijn we wat uit elkaar weggezet. Want daar houden we niet zoveel contact meer. Maar toen zag ik zijn uitnodiging langskomen. Zei, dan ga ik wel even een handje schudden. Ik werk 48,5 jaar. En 25 bij de omroep, zeg maar. Daarna 10 jaar voor mezelf. 12,5 jaar bij de ambtenaren.
Als ik zeg Wil Kamer, wat zeg jij dan? Hilversummer, wel een aardige jongen. Opening nieuw opleidingsconcept in de zorg. Leren en werken met uitzicht op een baan. Drie partijen tekenen een overeenkomst. ROC ASA en twee zorginstellingen. Amare Zorggroep en Hilverzorg. De samenwerking is tot stand gekomen eerst op initiatief van SSIG. Dat was een koepelorganisatie van zorginstellingen uit het Gooi en Vechtstreek. En daar zijn wij verder op doorgegaan. We hebben gezegd van, wat willen jullie graag hoe wij mensen opleiden? En we zijn met Hilverzorg en met Amaris daar verder over in gesprek gegaan. En hebben dat handen en voeten gegeven. Bijzonder is dat het onderwijs niet leidend is. De zorgpraktijk is leidend. En dan zult u misschien denken van, wat bedoelt ze daar nou mee? Wij gaan eerst aan de zorginstellingen vragen van, waar moet de opleiding aan voldoen? Wat is de actualiteit? Wat is jullie visie op zorg? En dan pas gaan wij kijken of we daar een mooi onderwijsprogramma van kunnen maken. Alle opleidingen in zorg en welzijn, van niveau 1 tot en met 4. Dus dat is een opleiding verpleegkundige, of een opleiding helpende, of een opleiding voor zorg. En ik ben bestuurder bij Hilverzorg. En Hilverzorg is een organisatie voor langdurige ouderenzorg. En wat is zo bijzonder aan deze samenwerking? Voor ons is het bijzonder dat er een opleiding is gekomen in Hilversum. Voor onze leerlingen heel erg dichtbij. En het feit dat we zo nauw samenwerken, waardoor werken en leren gewoon in elkaar overloopt. En wat is het belang daarvan voor uw instelling? Op dit moment is het zo dat we een ernstig tekort hebben aan goed opgeleide mensen. En dat zal de komende jaren alleen maar erger worden. Dus het continu opleiden, zowel van eigen mensen als nieuwe leerlingen, is uiterst belangrijk voor de ouderenzorg de komende jaren. Ik ben René Hupp en ik ben bestuurder van de Amaris Zorggroep. Het is een groep die werkzaam is in het hele Gooi en in de regio Amersfoort. En wat is zo bijzonder aan deze samenwerking? Nou, de zorg dat is echt mensenwerk, dienstverlening. En dat betekent dat de mensen die onze klanten verzorgen, die zijn er heel belangrijk in. ASA leidt onze mensen op. En het bijzondere van deze samenwerking is dat we heel goed samen met ASA kijken van wat is er nodig voor de hedendaagse zorg. En wat is het belang daarvan voor uw instelling? Goede mensen binnen hebben, gemotiveerde mensen die hun vak kennen, die dat ook met liefde doen. Dat is gewoon heel belangrijk voor ons. De vraag naar zorg die groeit ontzettend hard. Dat merken wij zowel in onze verpleeghuis als in de thuiszorg. En het is belangrijk dat we iedere keer weer nieuwe goede mensen binnenhalen. Ja, er is veel werk in de zorg. Ik feliciteer en complimenteer jullie daar ook mee met die samenwerking. Heel blij dat het in Hilversum nu is gevestigd. Het wordt een groot succes en ik ben heel blij dat ik hiermee ook de Gooise Zorgacademie mag openen vandaag. Dank u wel. Gefeliciteerd. Met alle mogelijke vrijwilligerswerk. Ik heb de afgelopen tijd Naken van Wel het nodige gedaan. Voor de ANBO, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, ben ik belastinginvulhulp. En heb ik bijna 40 mensen geholpen met hun aangifte in te vullen. Dus dat is wat doen voor een dat ander. Dat is wat doen voor een ander. Mantelzorg alleen al. Dus, dat is nogal veelomvattend. Dat doe je nog altijd? Ja, dat is speciaal. Bijzonders. Ja. Nou ja, iemand passen of iemand bezoeken. Bij de zieken en dergelijke. Ja. Regelmatig. En zoals? Ja, zo is een beetje helpen met afwassen en dat soort dingen.
Ja, daar ben ik wel van. Ik werk vooral in de duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking. Dus nou ja, dat is dan een beetje zo. Ja. En ik ga nu een tijdje weg en heb ik mijn krant doorgezet naar mijn buren. Nou, dat is, dat is ook wel heel positief. Ik kan ook heel blij mee zijn. Ja. En met name? Je bedoelt donaties of zo? Ja, gewoon in het algemeen. Gewoon iets voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen.